Nou, welkom bij Villa Tafel. Een zeer eenvoudige buitenzijde met een complexe binnenzijde. Een spel voor jong en oud. Mooi. Spelen met licht en volume. Waar aan de buitenkant eigenlijk zeer ruim is opgezet, is er binnen nog ruimer opgezet door een zeer complexe vorm van allerlei wegen die door elkaar heen lopen, kleuren die door elkaar en elkaar overvloeien. En wie ooit heeft gezegd dat Le Corbusier geen decoratie heeft, eigenlijk is het helemaal mis. Maar zijn zalmroze muur is misschien toch wel het hoogtepunt van de prachtige living die zich op de eerste verdieping bevindt. Maar die zul je ongetwijfeld vast nog wel op een foto tegenkomen. Goed. Ja, we zijn hier bij Villa Savard. De introductie van het gebouw, zeg maar, dat... Ja, het is een autogebouw eigenlijk. Het is voor de eerste keer dat werd nagedacht in het gebouw om de auto, zeg maar, mee te laten doen in het spel van de architectuur. Dus de auto kan de onderkant meerijden en kan dan uiteindelijk die mensen, zeg maar, ook zelf het gebouw in. De familie stapt daaruit aan de voorkant, dat zie je daar, de voorkant. Dus een deftige familie, de familie Savoie. En dan heb je natuurlijk het spel van de architectuur, is een spel van geometrische vlakken, zeg maar. De vlakken die aan de voorkant geplaatst zijn en de vlakken aan de achterkant. Het groen, wat een beetje wegvalt, en aan de voorkant de vlakken. En dan die kolommen die zich herhalen in een raster. En die kolommen die zorgen ervoor aan de binnenkant dat de gevel vrijkomt. Dus wij gaan hier nu zojuist naar binnen, wij gaan hier daar naar binnen en dan gaan wij het even goed van de binnenkant bestuderen. Want wij zijn erg benieuwd hoe deze woonmachine nou in de praktijk echt werkt. Zoals je ziet, heerlijk met de cameravrouw door dit mooie gebouw. Je ziet de moderne tijd, 1928 is dit gebouw gebouwd. En je ziet eigenlijk het verhaal van het gebouw is misschien wel deze hellingsvraag. Het lichtspel, de introductie van de ruimte. De kamervrouw gaat dan even een rondje draaien door de ruimte heen. Laten we zien. Die ervaring, dat is waar dit gebouw bestaat. En hij weet het. Ja, we zijn nou allebei de kiezer modernisten geworden. Dat had ik niet gedacht en dat is echt een hele prestatie. Momentje. We gaan live in 3, 2, 1, go. Alsjeblieft, zeg maar dat dat is. Hallo, dit is heel leuk. Ik vind het gewoon echt mooi vanwege het experiment. En dat je ziet wat er goed gaat, wat er gek gaat en wanneer iets in het ontwerp is. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar daarom is het interessant. Het is niet zo zeer interessant omdat alles klopt, maar omdat de dingen niet klopt. Oké, ik vind het dienst wel echt prachtig, omdat die basilicumtuinen die ze hier aan hebben gelegd, die zijn nog steeds gewoon aanwezig. En ik weet niet, gewoon het idee van een gebouw als monument voor de tuin, al die patina overal, echt iets waar ik heel erg rustig aan. In deze ruimte is eigenlijk een studie voor het eerst begonnen om zeg maar de gevel los te laten van de kolommen. En om daarmee een extra ruimtelijke dimensie te geven aan de omgeving hier. En dan zie je ook die compositie weer van die vlakken natuurlijk. Dat blauwe, dat oranje en dat gele van die vloer. Het is een veel betere reden waarom ik het gewoon fantastisch vind. Het vooruitstrekende gebruik van de kleur zalmroze. Die kastjes die hij overal doorzet met die stalen zijkanten. Die stoel die bijna legendarisch is geworden, zeg maar het punt waar je nu staat, daar zijn heel veel foto's genomen om de ruimte uit te leggen. En dan de kachel, die net een ander element met zich meebrengt. En namelijk die pijp die vierkant is en die kolom die rond is. En natuurlijk dan die ramen hier. Ik vraag me steeds een beetje af van hoe het dan gewerkt heeft. Want volgens mij is het een schuifdeur. En ik denk dat het ook een van de eerste schuifdeuren was die op deze manier gebouwd is. Je ziet daaronder ook een gescheurd raam. Dus het is allemaal metaal. En ik denk dat hier iets te hard is dichtgegaan. En je ziet ook de scheuren nog hier in de vloer. Want hij was pionier, hè, Le Corbusier. Dus het water liep misschien wel soms naar binnen. Om de gigantische vlak open te maken, dat hier.
helemaal krom getrokken, want dat is natuurlijk gigantisch groot en zwaar raam. Maar dan kon je er aan draaien en dan ging dat open en dan haalde je echt nog meer die buitenkant naar binnen. Wat eigenlijk al van zichzelf gebeurt. Ja. Ik denk, is een Apache box. Is maybe it do not care about the environment around it, but it's really a machine for living. I think it's really good, and it's a artwork also, and the details is very attracting. Yes, that's all. Geweldig grote raampartij eigenlijk. De kleur zalm roze en haar vernieuwende gebruik. I like this building because light and the shadow, we can see that in the third floor, and the light crosses through the window, and the shadow is so beautiful, and the window is like a picture, and we can see the things in the picture is changed. Yeah, that's all. I just noticed that there's a window on the rooftop of this villa, and perhaps the architect wants to set the rooftop area or the kind of outdoor area, like some kind of theme of the interior area, to treat them equally. That's what I think about it. Van buiten, om eerlijk te zijn, ik vind het niet mooi, maar van binnen is het echt fantastisch hoe die ruimtes helemaal open, ja, heel open zijn en aan elkaar sluiten. En vooral de routing in het gebouw is heel goed over nagedacht. En dan heel veel van dat soort kleine dingetjes, zoals dat je hier mooi op een afstandje staat. En dat het eigenlijk als een schilderijtje omgeving wordt ingekaderd. En zo zitten heel veel van dat soort dingetjes in. Dat is wel heel mooi gedaan. Dus, ik vind het echt een topgebouw. Heel mooi. En ook de pastor. Quite nice. Dan kom je hier, dan zie je eigenlijk al een beetje dat het festijn zich weer gaat poppen. Daar een lichtspleet. En dan zie je al dat die blauwe wand een compositie van blauw en dat oranje. En dat kerst dan net af op die andere wand. Leuk, maar geen zalmroze. Ik hou van blauw. Maar als je dan doorloopt. Dus hier met dat bad. En dat bad, daar is een nis voor gemaakt en een muur. Dat heeft hij zo gemaakt. En dan kun je ook weer langs die muur zo vloeien. Dan vloeien je zo naar daar. Kom hier in deze ruimte. En pop ze weer aan. Dan verwonder je je eigenlijk meteen met de duim die je overal rondom je ervaart. Die adem je bijna binnen. Dat is die mooie ramen die je dan weer kunt open doen met die bolletjes weer. En hier zijn ze ook in, die gasten. Dezelfde kasten als de keukenkasten met staal. Maar als je dan helemaal hier bent in de hoek en je kijkt dan één keer voor de laatste keer om, want dan zie je die nis die je maakt, dat je daar kunt gaan zitten en in de tuin. Maar het mooiste van deze ruimte is dat als je dan terugkijkt, dan zie je daar dat effect van dat licht, wat dan net weer zo afgeeft van die blauwe donkere wand tegen die lichte witte wand. En dan wordt dat een gradient van kleur. Snap je? Dus dan zie je hier dat effect weer. Oranje, gradient van blauw. En dat geeft bijna een soort magisch effect. En left. Ja, ik snap het. Wat ik fijn vind aan Villa Savoy, is dat ze aan een gedacht om meubilair mee te nemen. In het hotel vond ik het wel. Zodat je ook plekjes hebt waar je gewoon kunt liggen en verdienen van een prachtige ruimtes.
Hi beste mensen. Jullie missen hier echt ontzettend veel aan. Want iedere ruimte is een genot en je wordt eigenlijk om ieder hoekje wordt je verrast. Omdat je dit bijna niet terug kunt hebben met foto's. Zo'n ervaring om hier te zijn, geweldig. Ik vind het heel leuk dat ik hier ben. Ja. En het is een heel mooi gebouw. En beneden in de badkamer heb je dat ook gezien. Daar is zo'n mooie golvend bankje. Dat is interessant. Ja. Deze kamer heeft een badkamer. Dat wist ik niet. Ik ben pas net binnengekomen. Nou kijk, kom mee. Nieuw. Tegeltjes. En dat zie je nooit in een badkamer. Staal. Gebruik staal. Dat is wat hij leuk vindt. Ja, dat is uit waar. Ik zie jou in het zwart. Nee, ik ben een bloemetje. Kijk, kijk. Er gaat dit over en er ligt daar zo'n mooie vrouw zo. En die ligt daar zo te chillen met de bad en gestoomd. Dan doet ze de voeten erin. En eigenlijk dan kijkt ze nog een keer naar die richtinval die daar zo op het gezicht valt. Oh, dan is het eigenlijk het plaatje compleet. Dit is voyeurisme ten top. I think lots of my designs pay attention on the small details, detail designs, and and in this building and in this design, I could see it's filled lots of details and also small design, like landscape design, and also combine each other together. So probably that's why for me to say that. Ik ben hier een beetje aan het rondlopen en let op de details en kijk eens wat een wat die de lichtschakelaartjes, hoe verfijnd ze zijn. Vind ik wel mooi om te zien. Ik ga denk ik zo eventjes een gevel op te tekenen. Die laat ik dan ook wel even zien in real life. Hey ho, Captain Jack. Ja, het moet niet dan zeg maar zo'n knopje maken met zo'n bolletje hier dat net rond is en dat hij dat dan consequent doorzet. Hè. En bijvoorbeeld hier in dat deurklinkje waar je ook een deurklinkje hebt wat eigenlijk zo net precies in je hand past en dan hier weer een bolletje heeft afgerond. En dat afronden dat doet hij dan in het hele gebouw, weet je wel, dat je er lekker door kunt flaneren overal, weet je, lekker door. Hier ook al, ik heb het weer gedaan. En hier. Ja, prachtig is dat. Je ziet het zelfs als je meeloopt, zeg maar, in de kleinste details, zie je hier het bolletje weer terug. Het bolletje. Dus zoals je door de ruimte vloeit zelfs je vinger langs het lichtknopje af. Dat is toch gewoon een promenade architectuur. Nou, dat is wel echt een ervaring op zich. Ik ben van de kleine dingetjes. Hier. Een echte Le Corbusier stopcontact. Zo geweldig, zo simpel. Je zou het niet eens meer herkennen. En dat zijn de kleine dingen die ik hier in herken, die ik echt vet vind. Het is een vet gebouw, maar vooral die kleine dingen. Ja, het heeft iets. Zowel de vorm als materiaalgebruik en de kleuren en hoe dat alles geïntegreerd is. En hoe dat alle handvaatjes zijn gemaakt en alles afgerond is en alles zo mooi in elkaar overvloeit. En ook die doorkijken, die maakt het ook zo spannend. Dus dat maakt het eigenlijk ook wel een soort van vet museum op dit moment. Dat je ook geen verplichte route aanlegt, maar toch alle ruimtes eigenlijk wel min of meer te zien krijgt. Ik vind het vet. We staan hier bij Villa Savoie en... Voor de mensen thuis, jullie hebben het nog niet kunnen zien, we zijn naar binnen geweest. We snappen nu ook de buitenkant veel beter. Het geometrische vlak, hè, aan de zijkant, aan de voorkant, de machines aan de bovenkant. En de mensen, hè, die blijven op en neer bewegen. Want dat doen ze, hè. We zijn dynamische mensen. Hè. En voor de mensen thuis wil ik zeggen, dat wil ik jullie nog meegeven. Het was een geweldig event, het was prachtig. We hebben ons vermaakt. En die badkuip, hè? Oh, wat was die mooi, hè, die badkuip. Nou, jongens, dus introductie, hè, we zeggen nog één keer gedag tegen de mensen thuis. Tot ziens allemaal en au revoir. Leipa. Of wie? Doei.